Tumai. Een goede middag. Een spannend bezoek. Daarmee verander ik even de vraag, omdat dat eikpunt was toen nog helemaal geen eikpunt, maar meer generatiewonen. En toen ik de uitnodiging vanaf de eerste bijeenkomst van een groepje mensen die dus dat als uitgangspunt hadden, vier punten, toen sprak me dat enorm aan en dat waren dus al de vier pijlers die daarin verwoord werden. Het was precies op dat moment waar ik een beetje naar op zoek was. Van hoe wil ik gewoon mijn leven verder invulling gaan geven? Hoe wil ik... het was duidelijk, mijn kinderen waren het huis uit. Ik woonde in een grote boerderij. Had mijn praktijk daar in het achterste gedeelte. Mijn man was overleden en ik zat in een veel te groot huis, zeg maar. En ik werd steeds geconfronteerd met de leegte om me heen. Ik weet dat ik altijd ontzettend blij word van veel mensen om me heen die allemaal hun dingen doen, zeg maar. Die gewoon bezig zijn, ofwel op het land of op andere manieren, maar die ieder voor zich bezig is of met elkaar. Mensen om me heen is voor mij voeding. Dat was gewoon na de 3 jaar in een yurt, 3,5 jaar, gewoon te hebben voor mij heel duidelijk dat ik dat een ontzettend fijne vorm vond. Hè? Iets ronds om in te wonen. Dus dat was voor mij geen twijfel. En Huub was daar zeker voor in, want hij heeft wel meer ronde woningen ook ontworpen. En toen dacht ik, nou misschien dat ik aan één kant hoge muur en aan de andere gewoon een lage muur, zodat ik toch een beetje open blijf. En toen ik dat opperde naar Huub van Laarhoofd, toen zei hij, ja, maar dan kunnen we er ook een slakkenhuis van maken. En zo kwam als het ware dat idee van dat slakkenhuis. Ja, en toen kwam bij mij ook wel echt het idee van... ik had in de yurt had ik twee bagans, hè, die het dak vasthouden. Van, ja, hoe ga je dat anders doen? Ik wil niet een gewone paal in het midden. Dus toen kwam er een boom. Ja, ik heb het gevoel dat we op dit moment in een hele andere fase zijn gekomen. Waarin we misschien meer gevraagd wordt van, ja, wat betekent de gemeenschap voor mij? Wat zoek ik in de gemeenschap? Is het voor mij inderdaad iets waar ik me heel erg mee verbonden voel? Of is het een leuke woonvorm, maar verder hoef ik dat gemeenschappelijke niet zo sterk. En dat is denk ik voor ieder zijn hele eigen proces. Als ik naar mezelf kijk, heb ik wel een behoorlijke zoektocht in mezelf gevoeld van hoe verhoudt dit zich allemaal? Hoe verhouden zeg maar mijn familie zich ten aanzien van de gemeenschap waar ik nu in zit? Want ik heb daar ook een soort nieuwe familie gekregen. In de praktijk, zeg maar, als een verjaardag hier in de gemeenschap gevierd wordt en een van mijn kinderen of kleinkinderen jarig is, welke keuzes maak ik daarin? Hè? En dat is steeds, ja, daarin komt het natuurlijk heel erg scherp naar voren. Maar emotioneel ook, wat kom ik hier tegen? Kom ik hier voldoende verwantschap of verbinding tegen, zodat ik me ook hier echt thuis voel. En dat vind ik nog steeds een zoektocht.
En ook een uitdaging, want daarvoor heb ik ook gekozen. Om als het ware met een groep mensen samen te wonen, waar ik ook iets mee in beweging wil, die mij ook in beweging brengen. Het is een wisselwerking. Voor mij is verbinding heel belangrijk in mijn hele leven. Gewoon, het contact leggen met mensen. Willekeurig, vreemdelingen. Mijn tijd in Afrika is dat natuurlijk ook het zoeken gewoon naar wat beweegt deze mensen. De nieuwsgierigheid daarna. Dat is voor mij een ja, en ook in mijn beroep, zeg maar, is dat ook heel belangrijk geweest altijd om het contact, het meest elementaire, gewoon het contact leggen. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat zo dat de ander zich daar ook vrij in kan bewegen? Ik ga bijna spinnen, zeg maar, wanneer er op allerlei plekken mensen bezig zijn en zich op wat voor manier ook werken of iets doen, maar toch een soort verbinding met elkaar hebben. Ik weet wel dat ik me altijd heel erg wil en zal blijven inzetten om de veiligheid van iedereen en het zich welkom voelen hier, dat ik daar me voor wil inzetten. Op wat voor manier dan ook. Maar dat zijn wel mijn drives, zeg maar. Om daar in bij te dragen. Dus mensen die een beetje buiten de boot vallen of die zich heel erg isoleren. Ja, dat triggert mij ook van, goh, hoe kan ik een weg vinden om zo iemand er toch bij te betrekken. Het is zo fijn als mensen zichzelf kunnen zijn. Zichzelf ook kunnen waarderen. Voelen dat ze oké zijn, dat ze goed zijn. En dat het prima is zoals ze zijn. Het is denk ik zo ongelooflijk belangrijk dat je dan komt er ook ruimte vrij om anderen daarin te ontmoeten. Dat iedereen voelt dat hij een mooi mens is. Dat voor iedereen op een gegeven moment ook een uitgangspunt is. Want zoveel mensen strijden daar nog mee, heb ik het gevoel. Die zijn nog aan het zoeken of zitten nog in een afkeuring of in zich niet goed genoeg voelen. Ieder mens is waardevol om ook echt deel te nemen aan Eikpunt. Ik zou ook heel erg wensen dat iedereen op Eikpunt zich kan verheugen om, als je weg bent geweest, om hier weer terug te komen. En je echt hier welkom en thuis te voelen.